Het oude beeld was in slechte staat. Ruim 2 jaar geleden is het van het dak gehaald. Vandaag is een nieuw beeld neergezet. Ja, hij lijkt echt sprekend op het oude beeld. Er is ook echt een kunstenaar maandenlang bezig geweest om zeg maar, de kopie die het nu is geworden weer helemaal zo te krijgen zoals het oude beeld geweest is. Het enige verschil zit hem erin dat er een iets andere steensoort is gebruikt die wat harder is. Zodat het beeld ook voor de toekomst echt tientallen decennia mee kan. Een lastige klus voor de beeldhouwer die 5 maanden nodig had om het origineel na te maken. Nou, het beeld heeft wat vervormingen omdat het vrij hoog staat. Omdat we nu vanuit een laag perspectief naar beeld kijken, heeft bijvoorbeeld de beeldhouwer oorspronkelijk bijvoorbeeld de oren helemaal verschoven van het paard. Zodat je beide oren zou zien van beneden af. En dat vond ik wel lastig om die op de goede manier terug te brengen. Het nieuwe onderkomen van het onderwijsmuseum is nu nog niet klaar. De schoorsteen moet er nog op. We hebben er ook een leerlingtraject van gemaakt en dat betekent dat er verschillende groepen studenten van het Da Vinci College in samenwerking met het Rotterdam College uit Rotterdam, dat die werken aan zeg maar de plannen voor de nieuwe schoorsteen. En daarnaast zijn er studenten van Da Vinci, leerlingen van Da Vinci, uit de metaal, zijn gewoon ook bezig om onderdelen van die schoorsteen te maken. Maar pas aan het eind van het jaar zijn die klaar. Dat is te laat voor de opening op 9 juli door onderwijsminister Bussemaker. 2 dagen later gaat het museum trouwens pas echt open. Ook de tuin is dan nog niet om aan te zien. Die wordt pas in het najaar aangelegd.